Waarom zou je boeddhist worden? Nou, weet je, mijn antwoord zou zijn als het gaat knagen en schuren. Dick, wat betekent het als je formeel boeddhist wordt? Nou, het formele boeddhist worden, dat wordt over het algemeen wordt dat toevlucht nemen tot de drie juwelen genoemd. De Boeddha, de Dharma en de Sangha. Je neemt je toevlucht. Dat betekent zoiets als van, ik doe mee. En er zijn allerlei rituelen waarbij het toevlucht nemen wordt bekrachtigd, zeg maar. En ik ken eigenlijk alleen die in Zen gebruikelijk zijn. En wat daarin gebeurt, dat is het volgende. Je wordt eigenlijk in die ceremonie geleid naar de uitspraak die je dan ook zelf doet. Ik ben de Boeddha. Ik ben de Dharma. Ik ben de Sangha. Dat is heel elementair, hè? Want het idee dat je de Boeddha ergens op een voetstuk zet, dat betekent dat je het van je wegduwt, dat je er niet bij hoort. Nee, en door te zeggen, ik ben de Boeddha, ik ben de Dharma, ik ben, begrijp je dat jij de levende Boeddha in jezelf bent. Waarom zou je boeddhist worden? Als het gaat knagen en schuren, dan moet je boeddhist worden. Ja, moet, niks moet, hè? Maar dan zou je kunnen overwegen om boeddhist te worden. In dit leven gebeurt er zoveel waardoor je van de waps raakt, zou ik maar zeggen. Waardoor je van streek raakt. Dat mensen op een bepaald ogenblik het idee hebben van, hé, waar ben ik mee bezig? En dan kan datzelfde leven, dat kan dan gaan knagen en schuren. En dan zeg ik van, oké, wil je er dieper in gaan kijken, dan kun je het boeddhisme gebruiken om door te krijgen wat er, als het ware, onder die stroom en binnen die stroom van dat leven allemaal gaande is. Kan ook zonder boeddhisme, hoor, moet ik er onmiddellijk bij zeggen. Maar het is een mogelijkheid. De boeddhisme opent een weg om dat door te krijgen. En dan komt er nog een andere dimensie bij. En dat is dat je op die manier ook meer doorkrijgt van het mysterie van dit leven. Wat is dit voor leven? Waar gaat dit over? Waar ga ik over? Hè? Die boeddhistische weg die jij heel mooi beschrijft, die kun je misschien ook gaan zonder dat je echt formeel, middels een ceremonie, boeddhist wordt. Kun jij misschien zeggen wat voor jou, toen jij formeel boeddhist werd, daar de meerwaarde van was? Ik weet nog van mijn eigen Jukai, wij noemen dat Jukai in de Zen-traditie. Dat betekent toevlucht nemen tot de drie juwelen. En dan ben je formeel boeddhist. Dan ben je formeel boeddhist, hè? De Dharma, de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Dan ben je formeel boeddhist. Dat ik had er een diepe wens om dat te doen, om het te verbinden aan dat boeddhistische pad van het, in mijn geval dan, hè, van het zitten en het leren zien. Die formalisering is niet nodig, maar ik vond hem wel voor mezelf belangrijk. En ik merk, er zijn inmiddels iets van, ik denk, 7 of 8 mensen die bij mij Jukai hebben gedaan, dat al die mensen dat op dezelfde manier ook belangrijk vinden. Dus ja, nodig is het niet. Je kan al die dingen doen zonder formeel boeddhist te worden, maar er is een soort urge in jezelf om dat toch te doen, om je te committeren. Er zit een groot commitment in, hè? Ik ga die weg. Als je nu je boeddhistische pad wil bestendigen door formeel boeddhist te worden, dan doe je dat waarschijnlijk ook bij een boeddhistische sangha, bij een boeddhistische groep en leraar. Zijn er dan nog dingen waar je daarbij op kunt letten? Zorg ervoor dat het voor jouw gevoel klopt. Als het gaat om groepen of leraren die het idee hebben dat alleen zij de wijsheid in pacht hebben, dat zij de ware leer, zal ik maar zeggen, verkondigen, niet instappen. Als er buitensporige hoeveelheden geld worden gevraagd, bijvoorbeeld, niet aan beginnen.
Dat soort dingen. Daar moet je voor oppassen. En als het dan klopt, dan zeg je, word vooral boeddhist en bestendig je weg. Als je het gevoel hebt, ja, dat wil ik doen, dan is het goed. Maar als je het doet omdat je moeder of je vader of je vrouw of weet ik veel wat het wil, moet je het niet doen. Je moet het echt doen omdat je het zelf wil.